Goedemiddag allemaal. Zoals jullie weten heb ik gisteren een Ouija board experiment gedaan. En ik kan jullie beloven dat dit het meest saaie experiment is dat jullie online zullen tegenkomen. Geen zozo, geen demonen, geen klopgeesten, geen vliegende voorwerpen, geen gegil. Maar na verder onderzoek bleek het om een soldaat uit Scandinavië te gaan. Uit de jaren 1800 nog wat. Dat kwam uit mijn tweede sessie tevoren, wat helaas niet goed is opgenomen. Alleen mijn armen zie je in beeld, dat is ook niet echt interessant. Mijn night vision camera die ik heb had draaien, die heeft helaas niet opgenomen. Maar gelukkig had ik ook dus nog mijn telefoon lopen. Dus ik kan jullie toch een klein stukje laten zien. Dit is van de eerste sessie. Je ziet dat het allemaal nog wat onwennig is, want ik doe het voor het eerst. Ik ben er altijd sceptisch om geweest, omdat ja, onbewust kan je het sturen. Maar dit had ik nooit zelf kunnen bedenken, wat er naar boven kwam. Dit is uit de geschiedenis, nou heb ik dat vroeger wel gehad, maar dat geen idee. Dus ik heb dit gewoon niet onbewust kunnen bedenken. Maar zoals ik al zei, het is geen zozo, het is geen spannend iets. En dat terwijl ik juist wel met demonen en dat soort dingen werk. Maar zoals je weet, of als je ziet in dit filmpje, wordt dat dus niet automatisch geconnect aan een Ouija board. Desondanks, veel plezier en ik ga het echt nog een keertje doen om te kijken of er nog meer uitkomt. Enjoy, doei doei! November 2018, helaas getimmerd van de buren weer aan de zijkant, achtergrond, whatever. Ik ga even een testje doen. Ik hoop dat jullie daaraan mee willen werken. Dit is gewoon even een testronde. Ik kom hier uit alle respect, uit alle liefde. Is er iemand die hier wil communiceren met mij? Is dat een yes? Wil je met mij communiceren? Wat is jouw naam? Ik hou hem stil. Misschien dat je zelf kan sturen. Wil je met mij communiceren? Wat is je naam? Denk ik. Ha. Hak. Hakka. Meer letters? Hakka, zegt me niks. En? En? Hakken. Oh, ze zijn bij de buren aan het timmeren. Dat klopt. Doe je dat? Met z'n hoeveel zijn jullie hier? Ik laat hem even stil liggen, kijken of je mij kan sturen. Draaien ging makkelijker volgens mij. Ben je menselijk? Hoeveel zijn jullie?
maken. KW3. Ruud. Hoe oud ben je? Als ik al zei, ik ga straks de recorden afluisteren. Misschien dat ik erachter kom met die letters. Is dit nieuw voor jou? Ja, voor mij ook. Dus het is voor mij ook even wennen. Vind je dit leuk? Ik denk dat Anna zei ja. Heb je een boodschap voor mij misschien? Kan je hoi zeggen? Kan je niet schrijven misschien? Q, HQ. Doe je het bewust cryptisch? En waarom is dat? Ben jij een vriend van mij? Vriendelijk voor mij bedoel ik. Mooi. Initiale LG. Kan je je hele naam spellen? En 4. Ben je er altijd al bij mij geweest? Nee. Okay.
je van mij nog een boodschap? Oké, en dat is? Ben je in een andere taal met me aan het praten? Yes. Er staan hier getallen onder. Wil je mij laten zien uit welk jaar het komt dan? Welke eeuw? Ik ga hem even naar de doos. Zo. Ik heb hier dus jaargetallen. Uit welk jaar kom jij dan? 9. Is dat de 9e eeuw? Yes, oké. Ik weet niet zo heel veel van de 9e eeuw, dus dat moet ik ook even uitzoeken. Wil je nog wat zeggen? Nou weet ik niet of je nou no bedoelt of 23. Het is voor mij ook nieuw, ik moet hier ook even aan wennen. Is het goed dat we vanavond hier even mee doorgaan? Yes. Oké, dan doe ik dat. Nou, voor nu zeg ik eventjes goodbye en tot vanavond.